de derde aflevering van Farming Simulator Multiplayer Map. De Balloon, weer, hè? Balloon Castle. Ballymoon. Ballymoon Castle. Ik ben hier vandaag weer samen met Stijn. Jammer weer, hè, dat ik er weer ben. Nou, bedankt. Ik zou ik wel gaan combinen. Wat we dus vandaag gaan doen, ik ga een veldje 17 combinen. Oogsten. Ik denk dat Stijn met gras bezig gaat. Nee. Ik ga beltjes kopen. Nee, we hebben een nieuwe motor instoken. Even voor het te starten. Dan hebben we even balen erin gestoken. Dus dat we een balen kunnen kopen. Dat is even voor te starten. Tot wanneer we eigenlijk wat materiaal hebben voor met de koeien officieel te kunnen beginnen. Eigenlijk. En dan gaan we gewoon. Ja, gaan Stijn eigenlijk gewoon vandaag een beetje bezig zijn met de koeien. En ik ga veldje 17 oogsten. Ik moet zelf nu kijken hoe dat ik moet rijden. Mijn veldje 17. Ah, is dat hier niet? Veldje 17. Oh, dat is nog gemakkelijk. Is voor je neus. Inderdaad, dat is nog gemakkelijk voor mijn neus. Ik heb zo'n vermoeden dat je hier binnen kunt. Even mijn vermoeden klopt. Zijn ik heb nog een garagepoort. Ik heb nog een garage gevonden. Oh. Waar ik nu sta, is er nog een garage. Ik kom eraan. Ik denk dat ik de trailer dan hier gewoon ga zetten. Ja, waarom moet ik doen? Ja, ik heb geen idee waar ik de trailer moet zetten. Echt niet. Is dit nog een garage? Ja, dat is ook nog een garage. Kan die ook open? Ja. Oh, die kan ook open. Oh, daar staat de auto in. Daar heb ik de auto in geplaatst. En hier, Stijn. Als ik nu even tot bij mij loopt. Is er ook nog een garage? Ja, deze wist ik al. Maar die kunnen ook gewoon open doen. Maar deze kan ook wel voor de balen. Of die ene of deze. Ja, we zien wel. Welke dan we doen voor de balen. Ik moet eerst zien dat mijn trailer hier ergens kan parkeren. Ik ben een beetje de baan aan het blokkeren voor Stijn. Omdat ik niet weet waar dat mijn trailer moet parkeren. Zit hem waar ik nu sta, dat is waar ik nu ga staan. Gewoon zo neerzitten. Nee, ik zie je niet meer. Oh. Ik ben op de straat even, ik ga mij even draaien. En ik ga me dan daar de trailer ergens zetten. Voor de combine aan te koppelen, voor de back aan te koppelen. Ik ga even de crop destruction doet ik, Matthias. Ja, meen je dat nu? Ja, die doet het. Jongens, we hebben ook crop destruction erin steken in de map. Maar wel de crop staan. Wel als de crop daar of neerzet. Wel de crop destruction, waar het gras niet wordt gedestrooid. Waar had hij uw trekker neergezet? Rechterop, naar linksaf. Achter mijn ding aan. Nee, weet je wat ik ga doen, Stijn? Wat? Ik ga die vent hier aan de kant zetten en ik ga hem daar zetten. Hij zit hem hier, kijk. Kom bij op het veld, hier. Dan moet ik toch sowieso die vent aan de kant zetten. Of een stukje achteruit. Liever de vent aan de kant. Doe het maar op de luie manier. Kijk, achter mij. Haal net de trekker weg. Daar zo. Gewoon Q. Ja, ik moet hem hier wel nog kunnen. Ja, dat kan toch? Als je staat waar ik moet staan aan de trekker. Ik ga hem toch gewoon pakken? Nee, moet je wel nog kunnen. Vertrekken zonder dat ik mijn ding destructs. Mijn tarwe kapot maken, hè. Ah, joh, kan makkelijk. Ik ben echt aan het draaien, jongens. Aan het draaien. Dat echt niet te doen is, maat. Zo.
We gaan gewoon van hier beginnen, jongens. Ik ga even muziek erop zetten. Zo. En we gaan gewoon letterlijk van hier beginnen. Beginnen oogsten. Ik weet iets niet met mijn muziek. Oh god. Mijn muziek werd in slow-mo afgespeeld. Slow motion. Dit? Ja. Zou het bij ons zo zijn? Ja, ongeveer zoiets. Zou het zijn? Oh my god, die combine kan dat jezelf niet eens oprijden. Ah nee, juist, dingen zitten erin. Het is in mijn modder zeker. Nee. Doof? Wel? Is een modder? Ik weet het niet. Is een modder? Ik weet dat mijn combine hier echt wat kan niet opgeraakt. Op die. Of is dat door de tire ding? Nee, volgens mij niet. Die klopt echt niet aan maat. Nou, ik ben bij de shop aangekomen. Zo jongens, ik ga even mijn muziek opnieuw laten voor mijn muziek. Klopt echt totaal niet. En voor me is vastgelopen. Het zal toch wel weer eens niet. Nee, bij mij niet. Toch, maar tussen is die trailer nog groter als ik dacht. Serieus. Althans, ik vind dat een heel klein trailerke. Ja, maar voor zo'n map is het mooi. Dat is wel waar. Maar als het echt te klein is, dan gaan we wel een grotere kopen. Laasje balen en hooi balen. Een grasbaan, hè? Hooi. Gras ook, hè? Gras werkt toch niet? De koeien hebben toch gras nodig? Ja, maar dat moet uit een oprukwagen of iets. Ja, juist. We gaan het afflikkeren. Ja, dat is gewoon der en der wat maaien of zo. Gewoon een beetje random. Nou, Stijn, ik ga je wel zeggen, ja, op veld 24 kunnen we dat doen. Op veld 4, bij veld 24 kunnen we een heel groot stuk maaien, dus daar kunnen we het wel eventueel doen, maar voor de rest, het is echt niet veel van dingen. Het hoeft niet meteen heel veel te zijn, maar gewoon als ik een klein strookje heb of zo, dan hebben ze in ieder geval iets. Toch? Ja, dat is wel waar. Als je handig stapelt, dan kan er best wel op deze trailer. Nou, daar ben ik content mee. Maar dan moet je wel handig stapelen. Daar zit hij wel goed in. Precies, dat wou ik horen. Is dat vast, joh? Dat er allemaal eraf valt. Oh, er kunnen vet veel shorebandjes om. Om één bal kunnen 5 shorebandjes. Wat?
Wat? Dat is echt vet veel. Ja, dat is wat veel inderdaad. Krijg je een beetje veel opbrengst ervan of niet? Ja. Ja, het is ook niet bemest, hè? Nee, want we hebben geen bemest. We hebben geen mest. Maar ik zit nu bijna het 50, ik zit nu het 40% vol en het veld, ja. Is wel voor de naaf gedaan, dus. Maar ja. Maar het gaat nu niet. Het gaat meer om zo dat het eruit komt als. Ja, wat is dat? Ik denk dat dat wel inderdaad het belangrijkste nu is. Ik weet niet wat we mogelijk moeten zien voor een spuit te kopen, hè. Spuit of kunstmestrooier? Nee. Vooraf te kruisen. Hoge drukspuit? Ja, hoge drukspuit. Ja. Ja. Nou, moet ik moeten zien, hè. Dat de muziek en al goed staat. En ik hoop dat stem ook goed hoorbaar is. Ja, anders horen we het waarschijnlijk pas aan op de helft van de serie. Ja. Maar. Ik zal de muziek wel stiller zetten. Misschien dat dat wel een oplossing nog is. Ik denk wel dat nu luid genoeg staat. Stijn, probeer ik het te praten terwijl ik ook aan het praten ben. Ja, ik ben aan het praten terwijl jij ook aan het praten bent. Ja, dat gaat natuurlijk wel goed, denk ik zo. Ja, het is wel goed. Dus 5, 3, 8, 2, 2, 9, 3, 11, 12, 14, 88, ja, in orde, merci. Voor ons ging Hans de tink afgaan. Kijk, ik merk wel dat het water wel een beetje glitcht. Want? Wel, bij veld 17 is er zo'n klein waterplekje. Een klein, ja, moet ik zeggen. Een riviertje. Ik hoop eerst even een gewichtje hoor. Mijn chauffeur vind ik niet zo heel leuk. Een beetje moeite. Ja. En zo. En zo. Kom op, balen. Val neer. Nee. Gaat goed. Het gaat gewoon steeds allemaal vast, joh, hoor. Maar geen risico's nemen. Want die ronde balen, die kunnen niet met auto lopen natuurlijk. Nee. Dus die moet ik allemaal zelf oppakken. Alleen dat is best zwaar. Wel als ik die dingen koop van ronde balen. Ja, maar dat vind ik zonde, want alleen nu gebruiken we ronde balen. Als we binnenkort even mais gaan maken of zo. Of ja, dan. Ja. Ja, dat is wel waar. Vind ik het een beetje zonde om zo'n heel ding meteen te kopen, terwijl het waarschijnlijk alleen in het begin van de serie gaan gebruiken. Normaal wel, ja. Bij paardels gaan we normaal het begin van de serie gebruiken en achteraf wij doen, ja, zeg maar. Maar misschien blijft de motten wel in, maar ik bedoel, als we eenmaal kuilvoer uit de kuil hebben zelf. Ja, maar ja, juist ermee. Dan heb ik die palen voor het niet meer nodig. Nee, dat is waar.
Best wel een werk hoor, om al die balen te krijgen. Best nog een werk vooral voor Hans of Veld Toosten ook. Ach, niet aanstellen. Aanstellen. Man, ik ben nog niet. Ja, ik ben nu wel al over in de helft, maar. Gebruik je GPS of niet? Nee. Oh, dat gaat niet. Dat gaat niet. Want? Op dit veld ga dan niet. Ik weet dat op geen één veld ga. Wel hoor. Voor die velden zijn zo scheef. Ga je eerst gewoon op GPS en daarna ga je met de hand eromheen. Nee, ik heb het zonder GPS gedaan voor. Ik had al lang GPS gepakt, denk ik. Nou, van mij moeten proberen, maar. Echt, nee, geloof me, die velden zijn zo scheef. Ik ga het niet proberen, want ik ben met de balen bezig. Je kunt volgens mij zelf niet eens. Allee, ik kan wel GPS gebruiken, maar die velden gaan veel te scheef daarvoor. Je kunt hier geen ene keer een helper op zetten ook. Misschien enkel op veld 13, op veld 9 misschien ook nog. Dat zijn ook de enige twee velden eventueel waar je een helper kunt opzetten. Nog. Ja, voilà. Denk ik. Gaat nou toch niet de map afkraken? Nee, zeker niet. Ik vind het een nice map. Allee. Ja. Het is goed voor een multiplayer. Gewoon, allee. Maar dat er niet te veel mannen in komt zitten of zo. Zeg maar. Kijk jongens, op het laatste moment gaat mijn combine vol zitten en ik ga nog één of nog twee keren terug moeten gaan. Oh. Ik heb een bal die is voor mij een beetje gebukt ofzo, die wil niet vastgeschoten worden. Ja, het rijdt dan zonder de shoring, maar. Ja, nee, dat gaan we dus niet doen, Matthias. Rijdt dan voorzichtig. Nee, zou ik zijn. Ik neem sowieso twee balen mee op mijn ding, want het gaat ook niet passen. En als je drie balen nu meepakt? Alle vierkante balen staan er al op. Ik ben nu bezig met de ronde balen. Zo. Ja, en ik zit vol. Ik heb het gezegd, hè, jongens. Nog twee keer moet ik terug. Ik moet nog een keer heen en nog een keer terug en ik zit vol. Ik wil nog niet geloven, jongens. Ik wil meeleiden. Ik ben wel benieuwd naar de balenpers, eerlijk gezegd. Die heb ik ook nog niet gebruikt. Nou, ik ga rijden. Alleen, toen moet ik zelf een trekker gaan wisselen. Het lijkt wel alsof mijn kar te zwaar is voor mijn trekker. Mijn wielen gaan af en toe een beetje de lucht in. Voorwielen. Een gewichtje van voren plaatsen? Nee, ik heb die oude MF zeg maar ervoor. Ik kan geen gewicht voor op. Ah ja. Ach. Gaat.
dat is minder. Aan de andere kant ook wel weer leuk. Dat is wel waar. Nou jongens, ik denk dat ik dan ook deze aflevering weer ga eindigen, want ik ben weer al 20 minuten bezig. Ik ben onderweg. Maar jongens, vooral dan de aflevering gaat eindigen, dan gaan we eerst ons veld afwerken. Ik moet echt rustig gaan rijden. De trailer ging een beetje wip-wap van links en naar rechts. Links en rechts. Dan is ook inderdaad rustig gaan rijden. Als je nu omvalt, dan heb ik zo'n groot probleem. Want op die krappe wegen kan je er niet echt naast staan. Als je omligt, dan moet ik denk ik al die balen weer eraf gaan halen. Oh, daar gaat hij weer, daar gaat hij weer, daar gaat hij weer. Stijn, let alsjeblieft voorzichtig. Ja. Maar ik wil bij jou zo voordat de aflevering af is. Ja, dat kun je. Oh wauw, meen je dat? Ik heb die back van die combine willen afzetten op die trailer en die is er weer overgevallen. Oh, kan je nou helemaal niks? Je moet niet allemaal doorrijden. Nou, bedankt! Nee, je moet niet helemaal doorrijden voordat de combine niet meer verder kan, hè? En ik kan dat zeker niet aankoppelen. Kan ik niet. Nee. Dat wordt reset dan. Maar jongens, dat buiten de aflevering doen. Ik vermoed dat Stijn hier ook is. Oh my god. Ik heb ze erop gekregen. Ja, maar hoe heb je het erop gekregen, Stijn? Hé, hey, alles staat erop. Ik ben blij. Dat is waar. Ik ben tevreden. Eigenlijk kunnen er maar 2 balen tegen elkaar, maar ik heb ze zo op het randje gezet dat er 3 balen naast elkaar konden, zeg maar. Alleen, dan is hij... Denkt hij aan beide kanten een stuk uit, dus is hij heel onstabiel. Dat kan ik wel geloven dat hij dan heel instabiel is. Wai yo. Dat is mooi, hè? Allee, waarom loopt hij nu weg? Loopt niet. Waarom rijdt hij nu weg? Ga je opsluiten met de koeien, hè? Nee. Je moet er de baal heen, toch? Ja. Maar we gaan eerst de aflevering afsluiten, jongens. Voor, anders gaan we te lang bezig zijn. Jongens, ik bedank jullie allemaal hartstikke voor het kijken naar deze nieuwe aflevering. Aflevering 3 van Farming Simulator. Multiplayer map. Belly Moon map. Belly Moon Castle. Stijn, voor hoeveel likes gaan we gaan? We kunnen dus 7¾ likes halen. Als we de 7¾ likes halen, zou ik het super awesome vinden. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren en op dit kanaal. En ik zie jullie allemaal graag de volgende aflevering terug. En dan zeg ik...